Ik ben Wendy de Munter. Ik werk al 17 jaar als erkend diëtiste en ik geef zowel algemeen klinisch als sportvoedingsadvies. We eten dagelijks veel te veel suikers en we merken ook niet dat we ook verborgen suikers eten. Want we weten allemaal dat er bijvoorbeeld in koekjes, chocolade, frisdranken, dat daar suiker in aanwezig is. Maar wat we niet weten is dat er bijvoorbeeld in diepvriesfriet, chips, mayonaise, dat daar ook verborgen suikers in aanwezig zijn. Als we te veel suiker eten, dan krijgen we te veel suiker in onze bloedbaan en krijgen we suikerpieken. Nu, als die suikerpieken vaak voorkomen, dan gaat er een probleem ontstaan van het transport naar de cellen, omdat onze cellen eigenlijk suiker gebruiken als energiebron. Symptomen van hoge suikerpieken zijn vooral een droge mond, veel dorst, vaak plassen, maar ook vermoeidheid en een heel suf zijn. Een gezonde, gevarieerde voeding is heel belangrijk. Daar zijn ook heel veel vezels in aanwezig. En die zorgen dat de suikerpieken veel minder hoog zijn. En ook chroom heeft daar een heel belangrijke rol in.